Doe je gewoon blinken, geef je dat mee. Dat is wel leuk, want als je dat... Ah, misschien kun je dat ook ergens anders doen. Ik denk dat je misschien ook weer ergens anders ertussen kan. Ja. Waar zijn we? Also be nice. We zijn in de church. Cool man, en wat gaan we doen? We gaan een kerstnummer maken. Kijk. Tenminste. Dat bedoel ik. Remaken. Heb je hem al opgepind? Oh ja, top. Hoe heet hij? Last Christmas, from I'd have heard of it. Noor, die vraagt net aan mij of ik het leuk vind om muziek te maken. Mag ik de tekst? Tuurlijk mag jij de tekst schat. De Marge Chauché. De Marge Chauché? Marge Chauché. De Marge Chauché? Wat gaat de Marge Chauché hier doen dan? Rijn, hoe heet deze gitaar dan? Dan Electro. Oh man. Hier zijn echt alle Tarantino soundtracks meegemaakt. Nee, dat weet ik niet. Dat is wel oud. Oh my god, dat is zo briljant. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Waar ik die mooie nachtlichten van de snelweg over me heen krijg. Het is enersnachts, maandagnacht. En we rijden van de studio naar Amsterdam terug. En wat hebben we gedaan? We hebben een kersthit opgenomen. Eindelijk. We hebben een hele leven lang al opgewacht. Een kerstnummer opgenomen. Dus dat is het. We gaan naar huis en dan gaan we het bed in. En dan morgenochtend moet ik vroeg naar het gemeentehuis om een spoedidee aan te vragen, omdat ik zaterdag moet vliegen. Dus wel rusten voor nu en ik zie je morgenochtend. Oké guys, het is vandaag woensdag en het is Sinterklaas. Waarom heb ik gisteren niet gevlogd? Oh ja, ik had gisteren migraine. Ik had gisteren niet gevlogd omdat ik had migraine en het is nu het einde van de dag. Sander is hamburgers aan het maken en we gaan met Bibi de moeder, Bibi's hondje, Olly, ik... Allemaal vanavond Sinterklaas vieren, want het is 5 december. Dus misschien komen er nog wel cadeautjes. Who knows? Dus ik ga even kijken wat we gaan eten. En of ik kan helpen. Hey, Olly! Ik ga een verstoppertje spelen. Ben jij een verstoppertje aan het spelen met Bibi? Ja. Wat leuk! Hi, Bibi. Met mijn staartje. Die heb ik in mijn hand. Wat zeg je? Ga je de bal naar mij gooien? Oh my god. Ik ga hem teruggooien, oké? Okay? Vangen. 1, 2. Wee. Hi San. What are you doing? Making hamburgers. Oh, ik heb zo'n zin erin. In hamburgers? Ja, maar wel echt slecht, want ik wil eigenlijk geen vlees eten. Oké, maak een hele kleine hamburger voor je. Ja, met kaas. Oh nee, want ik wil eigenlijk ook geen kaas eten. Ik maak een hamburger gooien met heel weinig kaas. Nee. En Zwarte Piet is buiten. Is Zwarte Piet en Sinterklaas buiten? Sorry, ik weet niet of je het weet, maar wij hebben net gewoon letterlijk Sinterklaas en Zwarte Piet gezien. Hebben jullie Sinterklaas en Zwarte Piet gezien? Of Piet? Ja. Waar? Ja, buiten. Toch? Wil je helpen? Oh, wil je papi helpen? Ik ben super lief. Maar ik ben al bijna klaar, schatje. Olly, we worden net gebonken op de deur. Olly, wat is dat? Zwarte Piet. Echt waar? Kijk eens, allemaal cadeautjes. Oh my god, een zak met cadeaus. Wauw, Olivia. Oh, wat hebben jullie veel dingen gehad. Maken. Prachtig. Kan lezen? Oh, ik heb het ook. Kan even lezen? Nee. Oké, okay, nou, ik ga het liegen. Op de wonen 4 prachtige lieve mensen. Waarvan Sint en Piet zich alleen maar al het geluk en gezondheid geven. Mag ik die openmaken? Olivia en Bibi, jullie zijn het zwaar in huis. Papa Sander en mama Noor. Zwaar en dood! De leukste ouders en jullie doen het ontzettend je best. Sint en Piet zien dit, dus wees lief en blij met elkaar. Dan komt vanzelf de rest. Wauw. Dankjewel, Sinterklaas. Kun je deze openmaken? Nee, ik kan die Bibi's moeder en Bibi's hondje gaan nu weer naar huis. En doei! En het was heel gezellig. We hebben allemaal hele leuke cadeautjes gekregen. Olly ligt nu in bed. Die is daar niet mee eens, want die hoort van het profiel dat hij mami.
Ik heb dus iets heel leuk nieuws. Er zijn dus allemaal hele leuke puzzelfilmpjes op YouTube. En ik weet niet, misschien heeft iemand, ik denk het niet, het wel heel toevallig gezien. Bijvoorbeeld van de Lotus, dat je zeg maar zo'n aluminium doos hebt en dat diegene dan die puzzel moet gaan oplossen. Dat lijkt echt onmogelijk en het is echt super interessant. Dus ik wilde ook zo'n puzzel. Dus nu heb ik deze. Maar dit is, ik heb denk ik een te moeilijk level gekocht voor de eerste keer. Ik heb de vlogcamera nu tussen mijn benen geklemd. Kijk. Dus dit is dus die puzzel. En die moet je dus... Ze zeggen, de enige hint die je hebt is dat je spiral bewegingen moet maken. Moet je hem uit elkaar krijgen. En dat schijnt dan dus heel makkelijk te zijn. Dan krijg je hem eerst uit elkaar. En dan moet je hem in elkaar zien te krijgen. En daar zijn mensen dus echt maanden mee bezig. Morning. Het is donderdagochtend en iedereen zit beneden. Yay! Hallo! Wally is aan het kleien met haar cadeaus. Van wie heb je die cadeaus gekregen? Van Sinterklaas! Oh, wat mooi! Je moet ook je boterhammetje wel eten, hè? Ja. Ik heb dit boek gekregen, echt super mooi en een mooi tijdschrift. En ik ga hem even make-uppen. Ik heb een schaapkussen gekregen. Nou, die heb je niet, heb je zelf gekocht. Dat zouden wij nooit voor jou kopen. Dit is toch een mooiste trip? Wat? Dit is voor mij echt maanden van. Wow. Die vind jij toch ook leuk, Olivia? Zo van het licht. Ja. Lekker te prikken. Oh. Kan jij dat ook? Ja. Laat mij even zien aan iedereen, dat je dat kan. Let op. Ik vind het echt niet grappig. Kijk je? Nou, Sander is in ieder geval dolgelukkig. Van de kidscollectie voor Olly, echt super leuk. Kijk even hoe cute Olly eruit ziet. Olly, kijk eens naar mij. Zo lief. En ik heb ook een kinderoutfit aan. Kijk hè. Ik wilde dezelfde als Olly aan, dus ik heb gewoon 15, 16 gepakt. Ze hebben hier alleen zoveel leuke dingen, dus ik ga zo shoppen. Oké, ik ben weer in The Office. En ik ga foto's editen. De foto's editen die we vanochtend bij Abercrombie gemaakt hebben. En even nieuwe productfoto's editen voor de website. For somewhere someday. Dus neem een kijkje, want die staan er nu op als dit online komt. Ik heb met Bibi dus die leuke shoot toen gedaan. Alleen we hadden nog niet echt tijd gehad om het te editen. Maar we hebben echt zulke leuke foto's gemaakt. Let me show you. Kijk hoe cool. I love Bibi's hair. Met alle scrunchies die we verkopen. Die zijn maar 5 euro. Ze gaan alleen heel snel. We hebben ook met luipaardprint. Deze vond ik echt zo vet, deze foto. Love it. Kijk hoe cool deze oorbel is. I love it. Good morning. Het is vrijdagochtend. Jullie gaan het niet geloven. Waarom ben ik zo overbelicht? En ik ga weer naar Den Haag, naar het consulaat. Want mijn paspoort is klaar. Piesem zit erin. Ik ga mijn ID-kaart halen en ik ga nu eerst Olly naar de crèche brengen. En vanmiddag hebben we de kerstbrunch van kantoor met Kay en Yara en iedereen is personeel. Het wordt superleuk. We hebben een kerstbingo. Ik ga alles filmen. Niet goed in de car. Naar Den Haag. En ik voel me een beetje ziek. Maar daar hebben we geen tijd voor. We hebben vandaag met iedereen dus de kerstbrunch op kantoor. Daar heb ik super veel zin in. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Het is even later en ik heb hem opgemaakt en een kerstjurk aan, want we hebben vandaag onze kerstlunch op kantoor.
En het ziet er echt super mooi uit. Heaven Effect, die had ook geholpen met de baby shower van Monica. Die heeft ons vandaag weer geholpen met de decoratie. En we hebben een mattaart van Life of Pi. En we gaan McDonald's eten. McDonald's! Het is er nog niet. En we doen dus de kerstkantoor lunch met Kay en Yara. Want die zit in hetzelfde kantoorpand. En met alle meiden die dus overal werken. Dus dat is super gezellig. En nu ga ik het laten zien. Kijk hoe ziek. Zal ik zingen op de ziek? Ja, doe maar. Last Christmas I gave my hope. The very next day. Is dit echt door mijn camera? Nee, ja. Yeah. Je onderbreekt nu je zang. Jaar heeft ook een amazing outfit aan. Ja, maar ik vind hem echt leuk. Nou, je hebt hem echt aan mij verkocht. Je hebt me echt geïnfluenced. Ja, ik heb daar zo erg voor moeten doen. Dit was echt helemaal dit is toch heerlijk. Dit, oh, maar hij heeft ook twee strepen. Hij heeft zeker twee strepen. Het is gewoon alsof ik jouw oorbel leeg heb geplukt en op het bak heb geplakt. Oh. Wel heerlijk. Kan jij niet ook voor mij dit even doen? Ja, is goed. Dit kost te veel tijd. Ja, is goed. Daar gaan we. Maar hebben jullie nu, zijn jullie up-to-date? Ik niet. Soort van. Wat mis jij dan nog, Kate? Willen jullie even snel weten wat het allemaal genoemd is? En voor de dubbelcheck? Ja, ga ik. Oké. Okay. En onze kerstbrunch is weer afgelopen. Het was echt super gezellig. En het is nu alweer donker buiten. En ik heb mijn sportkleding aan. Het regent echt keihard. En ik heb net op kantoor een superleuk pakketje gekregen. Dus laten we die samen gaan openen. Het is van Mimoneda. En ik vind het echt zo cool. Want zij hebben dus allemaal collecties waar je verschillende bedeltjes en dingetjes kan uitkiezen erbij. En ik had een aantal verschillende uitgekozen. Dus dan kan je zeg maar mixen en matchen. En super cute. Dus ik ga het even uitpakken. From the moment that I wake up, till the moment that the day I Oké, dit is echt super cute. Dit is dus van de Icons collectie. En daardoor kan je al die verschillende pendanten kan je kiezen. Ik heb dus allemaal dingen gekozen die ik zelf cute vond. Bijvoorbeeld een beertje, een vleugeltje. En die kan je zo allemaal verwisselen, zodat je elke keer eigenlijk een nieuwe soort van look hebt. Even kijken wat hierin zit. Oh, dit is zo leuk. Kijk. Oh, ik wilde zo groot dat die ging passen en hij past hierom. Dit is zo cute. En dit kan je er dus afhalen. Zal ik dat even laten zien? Kijk. Deze kun je eruit halen. Zo. Oh, dat gaat heel makkelijk. Ik doe hem zo. Hierin. En ik wil graag het beertje hierin, want dat vind ik leuk. Dus die doe ik zo. Kijk hoe cute. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Kijk. Deze vind ik wel leuk bij al mijn andere dingen ook. En dan heb ik een ketting. En die kan je ook helemaal customizen. Ik heb dus met bolletjes genomen. En hier zit nu een. Is dit een bij? Bijtje in. Maar ik denk dat ik hier. Ik denk het hartje ga doen. Okay. Kijk, dit gaat echt makkelijk. Het is echt super handig. Deze er zo in. Zo, dit is heel leuk. Even kijken op welke vinger deze ring mooi is. Echt heel cute. Zo bij elkaar. I love it. En ik heb voor jullie een kortingscode gefixt. En namelijk, ik zet hem hier ook in beeld. NorX Icons. Dus stel dat je bijvoorbeeld deze ketting wilt kopen. Dan zoek je dus het kettingje uit en de pendant die erbij hoort. En dan kan je dus ter waarde van €17,50... al die leuke icon dingetjes met die kortingscode erbij kiezen. Dus dan ben je niet zoveel geld kwijt als je meteen zeg maar een soort van hele set wilt kopen. Dus ik zal de linkjes hieronder zetten. En ik vind het echt heel cute. Kijk hoe leuk dit allemaal is. En guys, ik ga ook de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgens mij heb ik hem wel iets weer meer meegenomen dan de keren daarvoor. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En volgende keer als ik jullie zie, ben ik in Zuid-Afrika. Nee, volgende vlog is nog geen Zuid-Afrika vlog, maar die daarna wel. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, bye bye.